Ik denk dus dat ons levenslot door toevallige omstandigheden in de kosmos meandert langs wegen die we niet kunnen vatten. Ja, dat maakt bochten en je hebt dit voor. En ik ben daar ook niet vrij van. Hè? Als er morgen iets rampzaligs zou gebeuren met mijn vrouw of mijn kinderen, ik weet niet of ik hier nog zou kunnen spreken. Waarschijnlijk niet. Hè? Allee, dus die noodlottigheid blijft voor ons allemaal iets broos. Maar, en hier komt dan de psychiater. Ik denk dat we op dat levenspad, dat we dus niet kunnen kiezen, dat we daar langs de linker of de rechterkant van de weg kunnen lopen. Zo druk ik dat uit, is een metafoor. Dat is diezelfde weg die door omstandigheden wordt bepaald en die we niet kunnen voorspellen, ook niet. Het leven moet geleefd worden. Maar als we langs de linkerkant van de weg lopen, dan schijnt de zon. Dan is het daar aangenaam wandelen. Dan is het daar ook goed vertoeven. En op datzelfde pad aan de rechterkant van de weg is het glibberig, mossig. Dat schuifde uit. Het is daar donker, nat, onaangenaam, ambetantig. Op datzelfde pad kun je langs de linker of de rechterkant lopen. En je zou denken, eens dat ik mijn kant heb gevonden, dan ben ik oké. Maar het pad kronkelt. En het is toch ook altijd de taak om goed na te denken, wat is hier de beste kant? Op deze levensweg die mij gegeven is. En ik denk dat dat kleine verschil van kant, in een kosmische grootheid, bijna futiel, dat een heel groot verschil kan maken in de subjectieve beleving van de mens en van zijn gevoel van geluk. En het is dus mijn taak als psychiater om met mensen te zoeken naar de kant. En ik ben daar erg van overtuigd dat ook mensen die door het lot bijzonder zwaar worden geattaqueerd, toch een stukje eigen keuze, eigen kant, eigen bewustzijn kunnen maken om goed te leven. Anders zat ik hier niet, hè? Voilà, dat is het algemene kader waarin ik werk. Hè? Dus heel veel noodlottigheid. Vroeger was dat de goddelijkheid. We hebben de goddelijkheid afgeschaft en dan zijn we eigen god geworden. Dat is mijn kritiek op deze maatschappij ook. Hè? Die zegt, voilà, de god in de hemel, dat is nu gedaan. Maar wat is het probleem? Dat hij zijn eigen goddelijkheid is gaan maken en gezegd heeft, ik kan mijn eigen leven regelen. De illusie dat je eigen geluk en vaak ook in de vorm van succes en materiële welstand en genieting en zo, dat je dat allemaal zelf kunt regelen. Ik word daar heel ambetant van. Dus de eigen goddelijkheid. Ik denk dat de mens bescheiden moet zijn en voorzichtig moet zijn. Het leven is zo broos, zo kwetsbaar. Ik heb daar elke dag mee te maken. Dus hoe kunnen we toch ook zonder God in de hemel, al dan niet op de wolken met een baard, bij wijze van spreken, onze bescheiden positie in de kosmos behouden? Ons bewustzijn van onze beperkingen. Dat is een hele moeilijke voor de hubris van de westerse mens. Hè, die denkt van, ik heb het goed voor mekaar. Binnenkort met robotten en zo kunnen we het nog beter regelen. Het hele corona gebeuren brengt ons ook wel een beetje terug met de voeten op de grond op een manier. Hè. Met al onze hoogtechnologische zorg blijkt het toch allemaal niet zo gemakkelijk te regelen. En we moeten eigenlijk samenwerken om op een voorzichtige, bescheiden manier het virus te lijf te gaan, zonder pretentie. En het duurt lang, het is frustrerend, het is moeilijk. En vooral, het moet samen gebeuren. Het succes van het menselijk ras heeft te maken met zijn vermogen tot samenwerking. En daarin bescheiden kunnen zijn. Een moeilijke gave voor de westerse mens. Het toont zich ook in allerlei verkiezingen.